Oké, hallo iedereen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft. Ik ben Jessen en ik speel vandaag met jullie. Rustig. Nee. Don't blow up my house. My house. Dat is een liedje. Ha, kippen. We stupido's. Jullie zullen vast denken van Justin, waar ben jij nu? Ben jij een nieuwe wereld gestart? Ben jij gevlucht? Is de wereld gereset? Wat heb je gedaan? Nou, ik had al een hele tijd geleden een village gevonden. En ik dacht van, ik heb hier zo nu al best wel veel dingen gedaan. En offscreen had ik ook zin om iets te doen. Sorry daarvoor. Maar ook gewoon dingen die niet heel spannend zijn. Maar ik ben dus hierheen gegaan om een soort van opnieuw te beginnen. Ik heb mijn Fortune 3 pickaxe heb ik meegenomen. Ja, dit is mijn huis. Dat is mijn paard. Ik heb een zombie spawn ding gevonden. Heb ik even kijken. Deze gevonden. Deze waren ook onder andere bij een spider spawn, maar daar stond nog geen kist bij. Music discs. En deze had ik al. En twee name tags. En dit is ook wat ik gevonden heb. Ik heb ook 15 diamonds. Ben ik best wel blij mee. Want ik ben echt heel goed in diamonds vinden. Maar ja, dat is een beetje een soort van de update. Ja, dit bouwwerk hier en daar, dat moet zo een huis gaan worden. Ik weet niet of ik dat on of offscreen doe. Maar ik kan nu misschien al wel beginnen. Ja. Waar ik ook nog mee bezig ben is deze kamer. Ja, die kamer. Er zijn al een paar bomen gekapt, gegroeid. Hout, 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 hout. Wat? Zo'n kleine boom? Nou, dat vind ik wel flauw hoor. Mojang, Mojang, doe dat anders. Geef mij een hout. Dank je. Deze heb ik al gehad. Heel tactisch om het zo in te delen. Is heel goed voor mij. Ja. Blijft er nou steeds hout als we boven liggen? Want het is wel super kut. Hoop van niet. En anders pak ik het zo meteen wel op. Ja, ik vind dit hout zo zelf erg mooi. Dus ja. En jullie weten vast ook wel dat dit een village is. Maar op een gegeven moment was er dus een huis met villages. En daar zo zaten ook, zat ook een zombie. Ga, hou op. Mijn. Oké. Maar er was dus in dit huis een zombie. En opeens waren alle villagers ook weg. Hier zo heb ik een huisje gebouwd voor toen de villagers er nog waren. Dit was ook nog voor. Wow, hier zit best wel pittig veel in. Daar moet verandering in komen. String. Laat ik deze even gaan planten. Gewoon random een birchwood tree. Zo. Yeah. Jij daarheen. Zo, hier kan ik cocoa beans, koekjes, dingen maken en zo. Geen cocoa beans, maar met cocoa beans erbij kan ik koekjes maken. Yeah. Ja, ik ben veel bezig mijnen. Mine.
En wat er in die cache zat, dat heb ik dus gevonden. Niet heel veel meer. Wel gigantisch veel case. En ik vind het nog bijzonder dat ik de weg steeds terug heb gevonden. Want dat is echt... ja, als je die case ziet, ziet het er bijna onmogelijk uit. En ergens was het ook best wel onmogelijk. Maar ja, dat heb ik gefixt. Ik ben wel een paar keer dood gegaan. Alleen al op de weg hierheen. En de bedoeling is dus dat ik later een treinbaan maak hier naartoe. Dus even kijken. Daarheen, die kant op, is mijn huis. En daar zo moet ik dus een treinbaan heen maken. Dus ja, dan maak ik hem gewoon zo. En dan maak ik hem ook denk ik dicht. Voor mobs en dingen en al van die alle andere irritante wezens en gebeuren. Ja. Ik maak eerst deze hele stack even op. Als ik nou gewoon elke keer dat ik in de village iets opneem, als ik dan gewoon een stack neerpoot. Ik doe gewoon al het steen wat ik nu bij me heb. Is best wel snel gedaan, dacht ik. Maar toen ging ik weer mijn skills gebruiken. En toen was dat dus niet het geval dat het snel zou gaan. Nee. Maar, ja, dat is dus het idee. Want ik wil hier zo, denk ik, een soort van tweede huis gaan maken. De laatste tijd hebben jullie ook gezien dat ik met mijn mijn bezig ben. En, ja, daar zo. Bij de andere basis ben ik ook bezig met de stal. Dat was de vorige keer. Oh, dat ben ik ook gewoon helemaal vergeten eigenlijk. Maar ja, die moet ik dus eigenlijk nog verder afmaken. Ik heb nu een paard. Ik ben er al een keer in terug geweest. Eigenlijk meerdere malen, want ik had ook mijn pickaxe nodig en dingen. Maar ja, ik moet echt gewoon een snelle weg kunnen hebben naar mijn mijn. Dus dat is een beetje het idee van wat er moet gaan gebeuren. Er moet heel veel gebeuren. Dat is echt niet het enige. Maar, ja. Kijk, hier zo heen. Dus dan... wacht. Dan ga ik gewoon een heel stuk de berg in. Gewoon omdat het kan, weet je. Gewoon zo van, hey, laat ik tijd verspillen met onnodige dingen. Zo. Hier zo. Maar dat moet 3 lang, hè. Maar. Laat ik ook meteen dit hout hier zo meenemen. Ik zit echt de hele tijd zo... Waarom zit je in de weg? Hier zo onder zit lava. Kijk daar. Ja, dat is tricky. Ben ik een keer bijna ingevallen. Net niet helemaal. Nee, ik viel er niet bijna in, maar ik kwam er gelukkig op tijd achter. Op die manier. Dus als ik er niet achter was gekomen, dan was ik ingevallen. Ja, ik denk dat ik op in speedplay. Even kijken. Vanaf hier daarheen ga. En dan vanaf daar ga ik dan daarheen. En dan vanaf daarheen ga ik dan daarheen. Kijk, misschien dat vast wel of niet. Ik weet niet. Maar dat moet ik dus nog doen. En ja. Dat moet ik dus nog doen. Dat was het. Maar dat gaan we vandaag niet doen. Wat we vandaag wel gaan doen. Ik ben super goed voorbereid. Moet ik echt zeggen hoor. Ja. Nee dus. Hallo. Je staat op lava. Je speelt met vuur. Ik heb ook best wel veel wol, want ik was zo met mijn paard ergens daarheen gegaan of daarheen. Ik heb echt werkelijk geen idee meer. En daar heb ik dan dus wol opgehaald.
Zo, ik ga dit nu niet opmaken. Jee, spring, spring. Dit commentaar, spring, spring. Oké, en nu loop ik naar een village toe. Spring, oh wacht, spring, spring, spring. Ik loop nu random te springen, spring, spring. En random spring te zeggen, spring, spring. Spring, spring. Oh yeah. Zo, het is heerlijk nacht. Ik voel me super veilig zo 's nachts. Aangezien ik vanzelf weet dat ik heel goed kan overleven als het nacht is. Vooral als ik geen voedsel bij me heb. Ofwel, ik heb appels bij me. Hier, die doen het hem. En anders kan ik altijd nog mijn paard opeten. Of niet? Drop een paard en nu ook krijg ik dingen. Oh, dat is echt slecht. Dat niet weet. Nou ja. Ik ga nu denk ik onderin bezig. Maar ik heb dus van deze iets nodig. Ja. Rode bloemetjes. En vooral geen mobs. Het is aardig rustig hier zo nu. Daar ben ik blij mee. Als je mij een plezier wilt doen, mop. Meervoud. Dan moet je vooral heel ver weg blijven. Ja, het volgende echt grote wat ik van plan ben te gaan doen, denk ik. Is. Ik wil naar de end. En ik heb nog geen enkele enderpearl. Nee, ik wil gewoon naar de end. En ik heb hier zo. Ja, ik heb wel een enderpearl, maar geen. Ender eye. Nou, ik wil wel naar de end. Kijk, ik heb ook graniet. Ziet er ook wel mooi uit. Even kijken, hoe maak ik granietblokken? Zo. Gepolijste graniet. Jawel. Wat dacht je daarvan? Ik ga eerst even slapen. Jawel, jawel. Jawel. Ik heb deze video eigenlijk nog helemaal niks gedaan. Maar het is de bedoeling dat ik in deze video wil ik denk ik een stukje van het huis bouwen, zodat ik plek heb. Dit hoor in huis. Nee, dat niet. Ik moet denk ik wel. Ik wil hier zo'n patroon maken met blauw en rood of zo. Dus dan doe ik zo en dan doe ik. Wacht. Nou. Deze doe ik dan zo. Ja. En dan heb ik hier zo'n 26 rode wol. En nu wil ik nog een blauwe hebben. Een blauwe wol. Dan heb ik lapis nodig. 5. Moet genoeg zijn, toch? Denk het wel. Ja. Makkelijk. En dan heb ik blauwe wol. Lapis kan weer terug. Ja. Moet ik hier zo even carpets van gaan maken. En van jou ook. Ja. Yeah. Ik heb echt nog geen idee voor de vorm of zo, maar. Ja, ik had wel een beetje een idee. Even kijken. Ik probeer maar wat, hè. Zo. Zo. Weg jij. Nu heb ik licht tekort. Yes. Dat is allemaal volgens plan. Hout tekort. Hoort er ook allemaal bij. Dat is allemaal de bedoeling. Maar ik had wel expres hout meegenomen hiervoor. Dat wel. Voor de rest eigenlijk gewoon niet. Ja.
weg. Zo. Kijk me gaan dan. Zie hem gaan. Hoe ging dat ook weer? Oh no. Zo. Blauw, 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 blauw. Ik heb hier zo nu een vierkant. Ik zou dat zwart kunnen maken. Zou er op zich ook niet heel slecht uitzien. Ik denk dat ik hier zo'n zwarte wol voor ga gebruiken. Ik hoop dat ik daar genoeg van heb. Maar ik weet wel dat ik zwarte wol moet hebben. Ja, dat gaat niet werken. Die hoeveelheden zwarte wol bij mij, dat is gigantisch. Ik zie het nu. Zo, kijk hem gaan dan. Zie het hem gaan? Ja. Ja, of die zwarte wol hier. Maar ik moet meer zwarte wol hebben. Arme schaapjes. Ja. Oh, wacht. Ik moet eerst even eten. Ik heb zoveel eten bij me. Heb ik hier nog eten voor mij, behalve brood? Want brood, dat kan ik net zo goed een andere keer eten. Hier nog eten. Yay. Nou, dan gaan we onderweg ook. Nee, dat kan ik niet onderweg doen. Is dat een creeper? You're freaking it fucking kidding me. Waarom gaat de creeper in de put zitten? Ik weet, je kunt heel diep in de put zitten, maar... Dan nog! Oh, ja, ik heb nu gewoon echt geen eten bij me. Dat is best wel pittig kut, want... Koe, 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 koe. Ja! Heb ik... Ik heb vlees, oké. Okay. No. Don't die. Please. No. No. Die actie. Je voelt de spanning gewoon. Zal je ze het halen? Ja of nee? That's the question. Zo, eten! Yeah! Nog een ander stuk vlees mee. Oh ja, nog één tip van Justin. Laat nooit de deur openstaan. Niet dat ik dat niet doe dan, maar... Ja! Don't run away! Meer vlees? Glens, meer vlees. Wel meer wol. Grijze wol? Ik voel me echt zo, iemand die in een winkel iets koopt of zo. Zo van, hé, hey, laat ik dit eens kopen. Hier zo, nog meer wol. Pork. Pork, pork, pork. Een varken, eentje met een mes.
No, don't run away. Thank you. Oké, zou ik ooit nog een keer kunnen gaan bekijken. Wow, die bergen hier. Ja, sneeuw. Ik zie daar zo schapen. Ik moet wel even onthouden waar ik vandaan kwam, maar... Het zijn schapen, toch? Zie ik schapen? Geen eens een zwart schaap. Jullie zijn de grijze en witte schapen van de familie. En in mijn leven. En jij bent de koe. Ah, dat wist je waarschijnlijk al. Ik wil echt zo'n nieuw biome vinden. Zo'n zand biome. Waarom gaan die beesten nu pas dood? Dat is echt super onlogisch. Meer varken. Fuck, namaak geluid. No! Karma. Nog meer karma. Ja, kijk maar weer hoor. Een klootzak. Wat een klootzak. Dat zijn konijnen. Super stoer. Maar ik heb een zwart schaap nodig. Kom aan zeg. Een zwart schaap zei ik. Ik heb nu wel genoeg gezien van jullie witte schapen. Zwarte schapen schijnen pittig rare te zijn. Daar ben ik nu achter gekomen. Maar ik heb het ook bewezen door de echte testdingen. Ik heb geen idee wat ik allemaal zeg. Ik zie daar nog meer schaap. Laat er een zwart schaap bij zitten. Of laat ik nu een jungle tempel zien. Maar ja, die zie je natuurlijk nooit. Behalve als ik naar mijn huis ga, want dat is een jungle temple, yeah. What the fuck? Zo. Zo, oké. Ik vind nooit een jungle temple. Nooit. En wanneer ik dat zeg... Wat vind Justin dan een fucking jungle temple? En het wordt nacht. En jullie horen waarschijnlijk een klok. Dat is onze huisklok. Anderen hebben een huisdier, wij hebben een huisklok. Hij stond hier zo gewoon... Ik was hier. En hij stond hier zo gewoon... En ik heb geen zwaard meer. Yeah. Surviving to the max. Zie me survivalen. Oh yeah. Ja, zie mij. Zie mij survivalen. Niemand doet mij dit na. Behalve iemand die ook survivalt. Want dan doe je dat wel na. Fuck yeah. Oh yeah. Iha. Echt wel. Wat? Die klootzak.
Mijn pijlen. Zo, oké. Zonde van die pijlen hoor. Maar jullie zijn nu wel van mij. En ik heb goud en zombie flash. Want iedereen wil zombie flash of zo. Echt wel. Ja. Wel, iedereen wil dit. Gewoon. Jungle Temple. Gewoon. Zoveel jungle temples vinden dat het gewoon niet meer normaal is. Nou, wel. Juist wel normaal. Normaal om te vinden. Maar. Oké, en wat heb ik? Kan ik het niet meenemen? Jij weg. Jij weg. Kijk, jij weg. Zo, 3 diamonds. 3 diamonds. En een mooi zadel. Zadel, ruil ik even voor de deur. Goeie zaak hier. Zo. Jij mee. Jullie mogen allemaal met mij mee. Join me. Hier zo is verder niks meer. Nope. Deze moet ik nog maar een keer weg gaan halen. Jij mag met mij mee. Weer een plek daarvoor. Zo hatelijk. Stone. Oké. Yeah. Hier is er nog verder belangrijke onzin. Nee, niet echt. Wereld, Minecraft, ding. Ik ben jullie erg dankbaar voor deze mooie jungle temple en dit schaap. En ik zou jullie nu ook wel erg dankbaar zijn met een bed. Maar ja, dat krijg je natuurlijk niet. Nee. Want Mojang is een lul en die geeft mij geen bed. Ja. Even kijken. Zo. Dat is steen. Die grijze bol ruil ik voor steen. Ik ben echt een goede traitor. Trader. Nee, een traitor. En ik heb bijna geen levens meer. En ik heb eigenlijk ook kool nodig. Want dit wacht. Ja, doe ik die even. Een trap heb ik nu niet nodig. Zo, de rest mag weg. Zo. Een kool. Een beetje kool en... Wat heb ik nog meer nodig? Wat wou ik maken? Oké, wat wou ik maken? Oh ja, eten. Mijn eten. Wat heb ik gedropt om dat op te kunnen pakken? Oh. Dat dus. Pork.
heb echt veel te veel spullen bij me. Wat? Zo van, hé, ik kom nu gewoon terug, want... Ja, ik mag jou of zo. Dat is de kelder. En dit is geen trap. Ik ben wel echt designer hoor. Maar... ik vind dit een erg modieus huis. Ik zou de waarde taxeren op 6,5 miljoen. En... nou, wat denkt u dan? Nou, dat zou ik jullie vertellen. Dat de echte waarde, dat is wel... Geen 1,5 miljoen. Nee. Sneller. Ik had met mijn paard moeten gaan. Alhoewel het soms dan de hele tijd buiten zo van, hey, ik kan niet naar binnen. Nou, en wat vindt u van het huis? Wat heeft u ervoor over? Het, ja, kijk, deze muur hier. Dat is een erg mooie muur, kijk, die. Dat is door de echte ontwerper Picasso. Ja, en dit uitzicht. Kijk hier zo dit uitzicht. Mevrouw, dit uitzicht. Dit uitzicht. Ja, dat uitzicht. Zo. Dan kan ik weer rustig verder met mijn werk. En... dan zie ik jullie de volgende keer. Ja, ik zie jullie later. Yo.